er komen. Ja, ik heb me er echt over verbaasd. Want we hadden een presentatie in de Tweede Kamer waar Jaap van Dissel het verhaal over de Indiase variant wel echt vertelt. En dan denk je, ja, we zijn flink op stoom met vaccineren, maar we zijn er nog niet. Dan moet je proberen zo'n variant die veel besmettelijker is echt af te remmen. Ja. Proberen te voorkomen dat die nou heel snel, net als in Engeland, dominant wordt. Want ja, Steven zei net, het gaat overal in Europa omlaag. Dat klopt. Behalve in Engeland. Ja. En dat komt door een nieuwe virusvariant. Nou, dan wil je dat proberen af te remmen. Ik vind het ook wel, want het Outbreak Management Team had gezegd van, zorg nou dat je in Europa niet op eigen houtje dan handelt. Duitsland heeft tot vliegverbod Frankrijk inderdaad. Ja, Nederland wijkt daar echt van af. Terwijl het Outbreak Management Team zegt, dit moet je gewoon samen besluiten. Want anders dan krijg je alsnog dat er ergens een gat zit in de kaas. En dan in de gaten kaas. Hoe luisteren jullie daarna? Want Steven, dat is niet iets wat jij graag hoort. Nou, als het om India gaat wel, want hoe minder dat soort varianten hier binnen, hoe beter het is voor het reisgedrag binnen Europa. Maar wat ik dan niet begrijp is, waarom is dat reisverbod dan opgeheven en niet weer opnieuw ingesteld? Omdat het gaat om een paar landen. Verplichte quarantaine is daarvoor in de plaats gekomen. Het is een zeer hoog risicogebied, dus dan moet je nu verplicht in quarantaine. Ja. En dat betekent dat je gebeld kan worden. Dat controleren we niet. Dat is het gekke, denk ik. Want dit gebeurde vorige week dinsdag om maandag op 1 minuut voor middernacht werd bekend dat een minuut later al die reisverboden werden opgeheven. Maar ja, de quarantaine. Ik heb allemaal mensen gehoord die kwamen op Schiphol aan, Zuid-Afrika, Brazilië. En die zeiden, ja, ik had netjes een formuliertje voor de quarantaine, maar niemand was er om dat überhaupt aan te nemen. Nee, ja, dus hoe kun je dan überhaupt gaan controleren of ze zich eraan houden? En dat zeiden ook gemeenten van, er werd 2 dagen van tevoren aan ons gevraagd om het te gaan handhaven, maar dat lukte ons voorlopig niet. Dus we hebben nu vliegverboden opgeheven, eigenlijk de oude schoenen weggegooid, maar de nieuwe schoenen, de quarantaineplicht, wordt niet gehandhaafd. Nog niet. Wij zijn voor veilig reizen. En alles wat het reizen veiliger maakt, zou mooi zijn. Dus voor een quarantaineplicht. Voor mensen die uit hoogrisicogebieden komen. Ja. Dus helder. Maar goed, misschien nog liever een vluchtverbod inderdaad. Ja, zeker. Een combinatie. We gaan het afsluiten, jongens. Laten we hopen dat komende dinsdag er in ieder geval een eenduidig beleid wat betreft Europa komt. Dat we weten waar we aan toe zijn en lekker op vakantie kunnen. Dank jullie wel. We gaan zo praten met Ingrid en